Ik wil je in deze video vertellen hoe je tactisch kunt overtuigen. Door niet zoveel mogelijk, maar door de juiste argumenten te zoeken. Deze video gaat over je goed beseffen waar je de focus op legt met je argumentatie. Als we iemand willen overtuigen van ons standpunt, van ons gelijk, ja, dan zijn we geneigd om zoveel mogelijk argumenten te noemen. En ik denk dat dat niet de meest effectieve manier van argumenteren is. Stel je eens voor dat ik je wil overtuigen van de noodzaak om een vleestax in te voeren, een belastingheffing op vlees. Dan zou ik natuurlijk allerlei argumenten kunnen aandragen. Bijvoorbeeld dat we daarmee de prijzen voor boeren wellicht kunnen ophogen, dat we methaangasuitstoot kunnen verminderen, dat we ervoor kunnen zorgen dat mensen gezonder eten, dat we ook nog voor allerlei positieve effecten voor de landbouw kunnen zorgen met zo'n vleestax. En ja, dan merk je al, dan begin je een beetje te ratelen en gaan alle argumenten alle kanten op. En dat kan een stuk efficiënter en een stuk tactischer. Maar als je goed luistert, dan hoor je dat ik argumenteer met heel veel verschillende problemen in gedachten. Ik heb iets gezegd over prijzen voor boeren, ik heb iets gezegd over uitstoot van methaangas en ik heb ook iets gezegd over ongezond leven. En dat zijn dus meerdere problemen die je allemaal moet uitwerken. Veel tactischer is het om te beginnen bij één helder probleem, waarvoor je vervolgens de oorzaak van schetst, om aannemelijk te maken dat jouw oplossing de beste is om die oorzaak aan te pakken en dat er dan ook nog een aantal bijkomende voor- en nadelen zijn. En dit is wat we het standaard geschilpuntenmodel noemen. En dat standaard geschilpuntenmodel of SGP-model, dat gaat over probleem, oorzaak, oplossing en gevolgen. En getrainde debaters die zijn er echt in geoefend om dat model te gebruiken om tactisch te argumenteren. En jij kunt dat ook gebruiken door simpelweg stil te staan bij de vraag: welk probleem wil ik hier eigenlijk mee oplossen? Kijken we nu nogmaals naar mijn voorstel om een vleestax in te voeren en gaan we proberen om dat tactischer op te bouwen vanuit één probleem, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen beginnen bij het probleem dat in Nederland we grote moeite hebben met het terugdringen van schadelijke broeikasgassen. De vervolgstap is dan om te zeggen dat die broeikasgassen voor een heel groot deel in de landbouw liggen en in een heel groot deel gevormd worden door de uitstoot van methaangas. Dat weer wordt veroorzaakt door enorme vleesproductie en dat we die terug moeten dringen. De beste manier om vleesproductie terug te dringen is door een vleestax in te voeren. En op die manier kunnen we het probleem oplossen. Bijkomend voordeel is dan nog eens dat mensen wellicht wat gezonder gaan eten. En op die manier hebben we veel tactischer onze argumentatie opgebouwd. Vanuit één helder probleem met een heldere oorzaak en onze oplossing die daar de beste aanpak voor levert. Zo kun je dus beter tactischer argumenteren en wordt het moeilijker om iets tegen jouw argumentatie in te brengen. Wil je nou wat meer in de basis kennis nemen van wat de standaard geschilpunten inhouden, dan legt Arthur Noordhuis, collega Arthur Noordhuis, uit in de video waarvan je de link hieronder vindt. Kijk die link, kijk die video, kijk ook onze andere video's en laat ons weten waar je mee worstelt. Welke problemen jij wil schetsen om jouw oplossingen door te krijgen of waar het niet lukt. Dat willen we ook heel graag weten. Want dan kunnen wij weer nieuwe video's maken om jullie verder te helpen. Deel het dus met ons in de comments hieronder of direct via al onze andere kanalen. En vergeet zoals altijd niet deze video te liken en je te abonneren op het kanaal van het Nederlands Debat Instituut.